Welkom bij Slimmer met de Minuut, onze videoreeks met typische vragen van starters en ondernemers. De vraag van vandaag, hoeveel kost een eigen zaak? Bij de opstart van je eigen zaak komen er een aantal uitgaven kijken. Zo moet je je onderneming inschrijven in de Kruispuntbank voor ondernemingen. Ben je BTW-plichtig, dan komt daar de activering van je BTW-nummer bij. Doe je dat zelf online, dan kost het je niets, maar je kan die taak ook uitbesteden aan je ondernemingsloket. Vanaf je start betaal je ook per kwartaal sociale bijdrage. De eerste 3 jaar betaal je een minimumbijdrage van ongeveer €890. Bij de officiële start van een vennootschap hoort ook een oprichtingsakte. Bij een BV, NV en CV moet je de akte laten opmaken en laten goedkeuren door een notaris. En elke akte verschijnt ook in het Belgisch Staatsblad. Tot slot heb je misschien ook vergunningen nodig. Bijvoorbeeld als je met voeding werkt en vaak moet je daarvoor ook betalen. Om de opstart en het verdere verloop in goede banen te leiden, is advies van een professional dus onmisbaar. Bij je start schakel je dus best een accountant in. En die kostprijs die is afhankelijk van je onderneming en van je wensen. De opstartkost van een onderneming is dus heel variabel, afhankelijk van wat je wil en wat nodig is voor je zaak. Praat erover met een accountant, want die maakt de berekening voor jou. Meer informatie vind je op onze blog. Tot in een volgende video.